Wim Oude Weerink, autojournalist sinds 1968 en geïnteresseerd in alles wat met mobiliteit en auto's te maken heeft sindsdien. In 1968, ik was net van het IVA in Driebergen gekomen, wilde ik journalist worden. Ik heb me toen gemeld bij Piet Nortier, in de tijd de autojournalist naast Fred van de Vlucht. Bij het blad Auto Revue. Fred van de Vlucht was van Autovisie. Je wilde naar het een of naar het andere. Ik ben daarheen gegaan en twee weken later zat ik daar op kantoor. Tot 1980. Dat ik dacht, ja, nu is de tijd rijp voor iets anders. En dat is een eigen tijdschrift geworden, Auto Select. Dat heeft 15 jaar bestaan. Maar zakelijke overwegingen hebben toen ertoe geleid dat het uit de markt werd genomen. Dat gebeurt nu eenmaal. En sindsdien ben ik eigenlijk freelance. Dat is sinds 1996. Waar ik een beetje mijn eigen hoekje in de markt heb gevonden. En met name veel voor buitenlandse tijdschriften schrijf. Automotive News was toen net opgericht met een Europese editie. Dat is dé toonaangevende industriekrant in Europa. Auto in Design is het autodesign tijdschrift in Italië. En daar werk ik heel veel voor. In 1969, toen kocht ik mijn eerste auto, een oud Lanciaatje, bij toeval. Gevonden, maar wel omdat Lancia bijzondere techniek had. En daar is die passie, dat enthousiasme door ontstaan. En dat heeft zich behoorlijk ontwikkeld in de breedte. Niet alleen voor het ene merk Lancia, maar ook voor de hele beweging met klassieke auto's. Die stond toen nog in de kinderschoenen. Die merkenclubs waren er niet, die historische rallies waren er nog niet. En daar heb ik met anderen, moet ik erbij zeggen, denk ik veel tijd in gestoken en aan bijgedragen dat het zo'n brede beweging is geworden. Voor de goede orde, het is een Lancia Astura. Een kleine 8-cilinder, 2,6 liter 8-cilinder in de typische Lancia-bouwwijze met een hele kleine blokhoek. Dus een hele moderne, compacte motor. Het was ook een auto met flink wat prestaties. 130 km per uur topsnelheid was heel wat in die tijd. Bouwjaar is november 1932 en begin 1933 is die bij Pininfarina in Turijn van een speciale carrosserie voorzien. 80% van alle Lancia Astura's werden geleverd door Lancia als een chassis met motor, zonder carrosserie. En die gingen dan naar de individuele carrosseriebouwers, waar de eigenaren hun eigen keus voor het ontwerp bepaalden. Heel typerend voor deze auto is dat het een wat ingetogen ontwerp is. Weinig chroomversiering, weinig plooien en andere frutsels aan de carrosserie. Het is heel erg tijdloos en dat kan je hier zien aan de portieren. Er zit niet eens een klein stripje op wat veel auto's hebben. Alles is glad, één geheel. Hier ook, alle sluitlijnen passen precies. De motorkap is wat langer dan bij de standaard vierdeurs Berlina die je kon bestellen. Dat geeft hem ook een beetje snelheid, een beetje dynamiek. Een lange neus met de radiateur niet verder dan de voorruitlijn. En dan wat overhang naar achteren. Dan krijg je deze wat zware carrosseriepartij. De inzittenden zitten ook heel erg beschermd naar buiten, voor de buitenwereld. En dan twee reservewielen. Dat was eigenlijk een beetje een sportief accessoire ook, want je ging natuurlijk op reis in die tijd. En daar kon er nog wel eens een lekker band gebeuren, dan had je een extra reservewiel bij je. Je ziet ook een beetje die elegance hier in die achterbumper. Het is niet zomaar een simpele balk, het maakt deel uit van het geheel. Een sobere carrosserie met wat typische details om de sierlijkheid van de auto wat te versterken. Altijd het been naar voren toe met deze portieren en dan het andere been erachteraan. Dat is de manier van instappen. Wat heel bijzonder is, dat zijn deze zonnekleppen. Die zijn van kobaltglas. Dat is het enige glas wat je voor de oorlog kon hebben wat werkelijk scherp zonlicht buiten hield. Lasbrillen waren er ook van gemaakt. En dit was een origineel accessoire wat Pininfarina toepaste. Die zaten niet in de auto, die heb ik gelukkig een paar jaar geleden gevonden. En dat voegt weer wat toe aan het originaliteit natuurlijk. Want het is een authentiek iets wat je niet nieuw kan kopen tegenwoordig.
Ja, hier is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Een folder van een Lancia Appia uit 1953. Dat was mijn eerste auto. En dat is niet meer terug te rijden natuurlijk. De auto bestaat nog steeds. Er is nog steeds iemand die daar plezier aan beleeft. En het is een typisch voorbeeld van drukwerk en grafische vormgeving uit de jaren 50. Heel veel geretoucheerd om een bepaalde sfeer te creëren. De doelgroep neer te zetten met een zakenman met een koffertje en een jas. Het ziet er nu al bollig uit, maar het bepaalt wel heel erg hoe men toen probeerde auto's aan de man te brengen. In de jaren 70, met het op gang komen van die beweging voor klassieke auto's en de verzamelwoede, groeide de interesse en ook de behoefte aan informatie over al die verschillende merken. Ik was al wat aan het schrijven geweest met wat kleinere boekjes over historische auto's. En er was geen boek over Lancia in begin jaren 70. Ik had een goed contact met wat Engelse journalisten en een daarvan had een eigen uitgeverij. Een van alles bekende uitgeverij van autoboeken, autosportboeken in Engeland. En die zei van, nou laten we dat maar doen. Ik was zelf eigenlijk verbaasd, want mijn Engels was toen nog vrij gebrekkig. En toen ben ik aan de slag gegaan. Ik ben veel naar Turijn gegaan, waardoor ik ook heel veel interesse tussen haakjes voor Italiaanse cultuur heb gekregen natuurlijk. En toen ben ik research gaan doen, aanvankelijk met veel onbegrip van de kant van de Italianen. Want die dachten, wat moet een Hollander nou een boek over Lancia schrijven voor een Engelse uitgever. Dus ik heb er wel eens een paar dagen gezeten dat ik echt verloren tijd mee naar huis terugnam. Maar uiteindelijk is dat in 1979 uitgekomen. En dat heeft zich ontwikkeld als toch wel een soort naslagwerk, een standaardwerk voor het merk Lancia. Toen bestond er niet één boek, nu zijn er wel 40 over Lancia. Maar er is in 1991 een tweede druk gekomen, die niet alleen in het Engels, maar ook in het Frans, Duits en Italiaans is verschenen. En vorig jaar de derde druk in het Engels. Dus dat is een aardig afgerond geheel. Wat mij niet zozeer financieel gewin heeft opgeleverd, want er stopt zoveel tijd in, dat is nooit om te zetten in enige financiële vergoeding. Maar wat me een enorme brede kennissenkring over de hele wereld heeft bezorgd. En dat is bijzonder prettig, dat gevoel. The origins of the Lancia Aurelia can be traced back to 1943. The Lancia engineering staff had been temporarily moved to Padova, where technical director engineer Giuseppe Faccarino had two brilliant and hardworking engineers on his staff. They were the legendary Vittorio Jano and his young assistant Francesco de Virgilio. Famous for his pre-war work at Alfa Romeo, Jano had joined Lancia shortly after the company's founder died in 1937. De Lancia Aurelia is natuurlijk een van de beroemdste Lancia's die er is. Een heel mooi stukje drukwerk ook. En een auto, een cabriolet, en daar zullen we ook nog mee rijden. Een ontwerp van Pininfarina. Een gewone open tourer, heel erg populair in die tijd natuurlijk open rijden. Niet elke open auto was een sportwagen, het waren ook tourauto's waar je met z'n vijf of met z'n vier in kon zitten. En dat is een auto waar ik toch ook wel een zwak voor heb opgebouwd in de loop der jaren. Deze cabriolet zijn er in 3 jaar tijd 265 gemaakt en er zijn er 2 in Nederland nieuw verkocht. Dus dat zegt wel genoeg over de exclusiviteit van het merk in de jaren 50. Hoewel natuurlijk andere fabrikanten ook veel kleinere aantallen produceerden dan tegenwoordig. Ja, wat veel mensen niet weten is dat Lancia op een gegeven moment zo geavanceerd was met zijn techniek dat andere fabrikanten jaren hebben moeten wachten om bepaalde constructies te kunnen of te mogen gebruiken. Lancia was de eerste fabrikant van V6 motoren die tegenwoordig in iedere auto van enig niveau zitten. Ze hadden een onafhankelijke achterwielophanging met een principe dat ze zo goed het patent hadden dichtgetimmerd dat BMW en Mercedes daar 20 jaar hebben moeten wachten dat het verlopen was en dat zij het ook konden overnemen. En de algehele kwaliteit was wat je tegenwoordig premium noemt. Dat hadden zij bij Lancia al heel erg onder de knie in de begin jaren 50. Er zat alleen geen goed zakelijk plan achter. En uiteindelijk is Lancia mede met deze auto eigenlijk aan de rand van de afgrond gekomen.
Daar speelde ook nog bij dat er wat problemen in de familie waren. En ook dat ze zo nodig in de Formule 1 moesten. Maar ze hadden een Formule 1 wagen in 1954 die sneller was dan de Mercedes. Maar hij bleef niet heel. Het geld was op voor de ontwikkeling. En dat was het einde van Lancia, de familie Lancia in het bedrijf. Daarna is het door anderen voortgezet, onder andere door Fiat. Maar de Lancia Aurelia is wel het technisch hoogst ontwikkelde model wat Lancia ooit gemaakt heeft. MUZIEK.